As I'm sure you're well aware, there have been some recent changes to the driver lineup. At key points in a season, drivers who are due to end their current contracts may choose to move between teams or even go into retirement. I'll send you an email each time a move occurs to keep you abreast of any recent changes. En hey, goeiedag mensen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van W2019 Career Mode. En het is eindelijk zover. Er worden rijders gewisseld in de Career Mode. En nu maken wij het ook echt mee. Magnus is weer naar zijn oude plek, naar Renault gegaan. En Hulkenberg is naar Haas gegaan. Upgrades voltooid. Oostenrijk, ja, dat was helaas een misdomper. Helaas heb ik die video verwijderd. Ja, die wou ik nog uploaden. En ja, dat had ik gewoon verwijderd omdat ik dus klaar was. Dus helaas kunnen we dat dus niet meer doen. Maar ja, we gaan lekker door in Oostenrijk. Maar eerst de kwalificatie. En enjoy what we hope will be a fantastic contest for pole position. I want to talk briefly about the strategy in these qualifying sessions. Anthony Davidson, how can a driver adjust their approach to gain those critical extra tenths of a second? Well, qualifying isn't about adjusting your approach necessarily. It's more about trying to repeat a low fuel run that you've practiced prior to this session. You're looking for perfection on the lap, and that's hard to achieve if you're trying something new. There are some variables that can stand in your way, however. Track position or unexpected yellow flags, for example. Coupled with ever-changing track conditions, it's important to be out there at the right moment. But as a driver, you have to try and ignore these distractions and just keep your mind focused on that one perfect lap. Okay, I know you're eager to get out there, but I'm going to need you to be patient for a few minutes. We're just trying to zero in on an oil leak. Nou, een olielek dus helaas. Wat 4 minuten van onze tijd, 5 minuten eigenlijk van onze tijd afgaat. Motoren worden al gestart bij andere teams, maar wij staan nog rustig te wachten. We spoelen de tijd gewoon door. Met als 12 minuten nog in deze kwalificatie. Pak Merels zijn dus ingeschakeld. En we gaan er dus uit. Door middel van een outlap. Volgens in ieder geval door naar Q2 op de medium band. Wij zitten de mensen nu in het groen. Dat komt doordat we nog een tijd hebben neergezet. Blokkerende wielen, we schieten door. En een spin. En onze eerste ronde, ronde is eigenlijk dus verneukt. Dus we moeten dus weer terug naar de garage gaan. En een nieuwe ronde starten. Een flying lap dus. Hamilton nu naar pole. Door naar Q2. Snelste man op de baan, de medium band, dat echt veel. Doe nu rustig aan hier. DRS dus wordt geopend. En gaan we dus proberen een goede ronde neer te zetten. Inmiddels een 1 minuut 8 neergezet en dat brengt ons door naar Q2. Naar P13 in ieder geval. We gaan nog een ronde door, we gaan nog een ronde proberen namelijk om door te pushen, misschien nog naar een hoge positie. Raikkonen is naar 12 gegaan, wat best wel goed is. Oh, track limits, dus we kunnen die ronde niet afmaken, dus we gaan dus gewoon naar de pitstraat. En kijk naar onze garage. Inmiddels naar P14 met nog 3 minuten en 30 seconden te gaan. We spoelen de tijd gewoon door. We gaan dus gewoon nog door naar een flying lap.
vanaf 1 minuut en 52 en 50 op de klok. Middels doorverwezen naar P15, dus net op het randje. Onze tijd gaat dus nu beginnen, die is nu ook aan het lopen. In het groen, gelukkig. Oh, lekker dan. Ik zie de track limits en wij hebben besloten om dus nu naar binnen te duiken. Maar nu moeten wij dus, nu zitten we met spanning af te wachten of iemand anders nog door gaat Q2. Want dat wij er worden uitgeduwd, ik hoop het niet. Vijftiende. Mooi zo. Door naar Q2. Netjes. Goed gedaan. Raikkonen ook door. Nou, de allereerste keer dus in Q2. Hoop ik dat we nu ook nu kunnen doorstromen naar Q3. Want we zijn al naar Q2, dus naar Q3 kunnen doorstromen. Ik hoop het. We zullen zien. We gaan er dus uit op de medium band. Checks complete. All personnel be aware. We have a car leaving. We moeten een outlap. DRS is weer geopend. Met zo'n tijd laten noteren. En het is P2 op 1 punt. Op een nette seconde. 1 minuut 8,5. En ik ga gewoon door terug naar de pits. Terwijl we daar nog wel even in het groen zitten. Dus dat betekent misschien een verbetering. 13e boven de tijd van Lewis Hamilton. We kunnen ook gewoon nog doorgaan, hè? Dat kan ook. Het is een beetje wijd. De punt 7 in sector 2 of Hamilton. Oh. Nu in het rood. We zitten nu. Ja, de tijd kan ik niet meer zien, maar deze tijd was in ieder geval niet beter dan onze eerste lap in Q2. So far, our fastest lap is a 1 minute 8.5. Naar P10 verwezen. En nu moeten we ter verdediging van Pierre Gasly zorgen dat we in de Q3 komen. 4 minuten en 15 seconden op de klok. We gaan een flying lap doen. Nog 2 minuten en 49 seconden op de klok. P10 nog steeds. Pardon. Inmiddels in het groen. Nu weer in het rood. Oh. Nou, we gebruiken gewoon een flashback. Hopen dat deze bocht wel goed wordt genomen. Ja hoor. Wel even wijd met nog een paar seconden op de klok. We zijn al in het rood. En ik heb besloten om naar binnen te gaan.
Nu is het afwachten. En het is P11. Oké. Maar we starten wel op de medium band. Dus iedereen hier in Q2 zit op de soft en wij starten een compound harder. Op de medium band dus. Naar de resultaten. Rivaliteit dus verliezen wij met George Russell en die zijn we op dit moment ook aan het verliezen tegen Kimi Raikkonen. Maar dat kunnen we nog ophalen hoop ik in Silverstone en in de race. Research points voor de upgrades aan de auto. Best wel veel in totaal. 3 reputatie is wat gestegen, niet zo heel veel. We klimmen weer naar een veteran toe. Dankjewel Emma. Dat klopt. Dan gaan we nu gewoon door naar de race. Good afternoon and welcome to Spielberg and to a circuit that in one form or another has held every Austrian Grand Prix in the championship except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. The Spielberg circuit then is situated 700 meters above sea level, with just 10 corners making up one of the shortest laps of the season. One time around here is a distance of 2.6 miles, with the best overtaking chances into turn 1 or the tight uphill turn 3. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position and starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. As we continue through the rest of the grid today, we have Bottas, Leclerc, Pierre Gasly and Magnussen, Ricciardo, Hülkenberg, the Professor and Lucas Faber, Russell, Grosjean, Max Verstappen. They'll be starting further back after an earlier grid penalty and Sainz, Perez, Stroll, Lando Norris and Devon Butler, Albon and Kimi Raikkonen finishes off the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Nou, een paar andere rijders hadden dus een gridstop gepakt, dus wij zaten dus vanaf P9. We gaan het officieel beginnen voor de grote prijs van Oostenrijk, Korea aflevering 11 denk ik, 10 en we zijn onderweg. En we komen niet zo lekker weg, want Nico Hülkenberg in zijn Haas is al beter weg. Magnussen in zijn Renault wordt een krapje, zo het is de 3 wijd met Weber, Hülkenberg en mijzelf. En de slipstream van Lucas Weber, we gooien alles open, zit aan de buitenkant en we remmen hier diep. Maar Weber geeft niet op. Kijk bij Magnussen, Lucas Weber, de schele vlag. Nu moeten we hier een betere exit hebben dan Ricciardo. Hebben we dus ook op dit moment Weber aan de buitenkant, bijna zelf aan de binnenkant. Magnussen op het vuil. We raakten elkaar wel even. En dat is P7. Dankjewel Jeff.
moeten nu naar Kevin Magnussen in zijn Renault toe rijden. Inmiddels ronde nummer 2 en daar zitten we bij Kevin Magnussen aan de buitenkant. Maar hij geeft niet op. We raken elkaar wel even. Het is P6. Paars in de eerste sector. Dat is goed. Dat is heel goed. Nu mogen we dit vast kunnen houden. Gasly is met Leclerc en Vettel aan de knokken voor een podiumplek. Terwijl de beide Mercedes gewoon wegrijden. Onder nummer 5 en we zitten bij Gasly aan de buitenkant. En dat is P5, maar Gasly zit daar nog. P5 dus. Nu kunnen we naar Sebastian Vettel toerijden. Heeft hier een slechtere exit. Dan gooi je niet alles over, want we moeten dus gaan besparen. Leclerc verdedigt. We kijken bij Vettel, maar helaas. We komen er wel even op het vuil en Gasly kan weer naar ons toerijden. Sneller in de eerste sector dan mijn beste lap tot nu toe. Oké, dankjewel Jeff. Ben inmiddels Gasly achter ons. Die gaat hier denk ik een aanvalwagen. De vraag is wanneer en hoe doet hij dat? Hamilton heeft dus een probleem. De snelheid is eruit bij de Brit in zijn Mercedes. Dus kan Bottas hem inhalen. We reden erg dicht naar Sebastian Vettel toe hoor. Maar we kunnen niet aanvallen. Bottas zit in de slipstream van Lewis. Ik weet niet of hij er al voorbij is. Gasly kan nog niet aanvallen. Volgens mij is Bottas al naar de leiding gegaan. Dat weet ik niet zeker. Oh, Hamilton toch aan de leiding. Oké. Vettel die inmiddels die verdedigt en wij kijken naar de buitenkant. En dat is een hartstikke goede move van ons aan de buitenkant. Zo doen we dat dus. En nu moeten we dus naar Charles Leclerc toe rijden. Hamilton nu aan de leiding. Bottas naar 2. Rood in de eerste en de tweede sector. Dat komt omdat we Urs en Fuel hebben gespaard. Inmiddels ronde nummer 7 en Hamilton heeft wel een probleem, want hij is erg langzaam en daar rijden we gewoon Lewis Hamilton voorbij. En nu moeten we naar Charles Leclerc toe rijden. Oh, we rijden daar wel even. We verloren daar bijna de auto. We blokkeren Lewis dat hij hier niet terug kan komen naar ons. Ronde nummer 8. 2/10 langzamer dan onze snelste tijd hier in Spielberg. We kunnen niet naar Charles Leclerc toe rijden. Hamilton rijdt ook niet naar ons toe. De banden zien er prima uit. En we hebben besloten om gewoon nu naar binnen te gaan. We rijden op dit moment voor een podiumplek. En misschien kunnen we zelfs P2 pakken. Bottas kunnen we niet meer halen, helaas. Maar vond je deze video leuk? Rap dan met een like knop. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van F1 2019 de Career Mode. En reageer wat er verbeterd kan of moet worden aan deze video. Terwijl we Charles Leclerc nu op 1,3 hebben en Lewis Hamilton gewoon buiten een seconde hebben. Dus de Brit heeft een probleem. We gaan nu naar binnen samen met Charles Leclerc. En Bottas komt ook naar binnen. Kijken wat onze stop wordt. Hamilton dan dus nu aan de leiding. Bottas met de snelste raceronde zag ik. Kom op. Ja, ik weet niet waarom mijn pitcrew nu zo langzaam wachten met het rode licht. Maar nu hebben we een paar seconden verloren. Naar Charles Leclerc. Dankjewel pitcrew. Dankjewel. We komen voor Alexander Albon terecht. En voor, achter Alexander Albon terecht. En voor Kevin Magnussen. En dan moeten wij een inhaalrace gaan doen. Ik weet wel dat deze jongens gewoon nog naar binnen moeten, terwijl we hem daar wel brutaal aan de binnenkant van Alexander Albon zetten. En Vettel is naar 13 gegaan, dus hij heeft ons geundercut. Denk ik, weet ik niet zeker. Hij rijdt hier wel erg langzaam, blokkerende wielen van iemand. Kimi Räikkönen moet ook nog naar binnen. We gaan denk ik deze op de ronde daarop. Dus ja.
Ik hier bij Vettel aan de buitenkant. Helaas, we raken daar wel het gas. Maar we hebben de auto onder controle. Butler. Oh, het is daar wel even druk hoor. Heel veel jongens gaan naar binnen. We kijken wel bij Sebastian Vettel, maar dat lukt helaas niet. En Vettel zit ook bij Norris te kijken. Lando Norris. Daar zit Vettel aan de binnenkant. Maar Norris geeft hem niets cadeau. Hij zit er nog. Nu moet hij helaas opgeven. We verliezen bijna de auto zelfs. Met het uitaccelereren. En Norris is de pineut, want wij volgen hem aan de buitenkant. We kunnen hier ook Sebastian Vettel pakken aan de buitenkant. En dat is P5. Raikkonen is aan het knokken met Charles Leclerc hier. Of andersom. Leclerc is aan het knokken met Kimi. Nog 8 ronden te gaan. Nog steeds zij aan zij. En het is Gasly nu in één keer die daar aan het knokken was. Oh, we zitten wel even door. En kan Pierre Gasly aanvallen? Nee, maar hij zit er wel. Daar komt Pierre Gasly voor een podiumplek. We verdedigen de binnenkant. Hij remt hem dieper in. En wij hebben een betere exit. Gelukkig maar. Ronde nummer 12. 6.6 naar Charles Leclerc. Vettel niet meer inmiddels naar P4. Die heeft Pierre Gasly gepakt. Steeds rood in de eerste sector, ik denk ook rood in de tweede sector. En de laatste ronde loopt inmiddels. We krijgen een 3 seconden time penalty in onze broek. Voor het exit is Williams is uitgevallen. Volgens mij is dat George Russell, als ik dat goed zeg. Dus nu moeten we een gat hebben van 3.plus seconden naar Gasly. Nou, het is 3.12. Als we door de finish zou zijn, zou dat 12.000ste van een seconde verschil zijn. En nog een ronde te gaan. Dus nu moeten we hard gaan pushen. De vraag is, houden wij dat ook? Ik hoop het. Nog steeds de kleine 2 hoor. Gasly heeft wel Vettel in zijn nek eigen. 3.3. Een goede gat. Goed gat, 3.1 nu. In de laatste ronde, Bottas wint dus de wedstrijd. Leclerc finish als tweede. En wij pakken deze verdiende podiumplek. Dit wordt onze allereerste podiumplek in de Formule 1. Wij finish dus als derde in de GP van Oostenrijk. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? Well, I know it's a bit of a boring answer, but the truth is they simply had the best speed package on the day, and a driver who knows how to take advantage of that. It doesn't matter how much time you spend poring over the stats and planning strategies if you can't keep the pace, and our winner today showed they could do both. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. En de uitslag, Bottas wint dus de wedstrijd en wij finishen dus op het podium. En nog 3 seconden tijd van onze broek. Het was gewoon een super race. Een super race. En we krijgen ook nog Drive of the Day. Dankjewel Anthony Davidson. Raikkonen maakt het feestje niet compleet, is wel vanaf P20 gestart. Super knap. Ja, de driving standings. P7 de constructeurs en we zijn naar P10 verwezen. We zijn inmiddels op plekje gestegen. Gelukkig. Gaan we nu door naar de datacenter en de interview.
performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. How do you think Devin will react to having not been able to finish today's race? Did you struggle to get through all that traffic today? Soms. Maar ik ga gewoon voor chassis, zodat we weten. Everything went your way today. It looked like you had a really good strategy for the race. Dat klopt, dat had ik ook. Ik had ook een hele goede strategie. Your team must be ecstatic with how you're performing. Dat klopt, ze zijn ook enthousiast in dat soort dingen. Oké, doei Claire, doei cameraman, tot de volgende keer in Engeland. Geef daar de uitslag en de resource points die we hebben behaald. Deze grote prijs. Nou, de rivaliteit hebben we dus verloren met George Russell. We lopen wel een beetje lopen een klein beetje in op Kimi Raikkonen. De research points die we hebben behaald naar de grote prijs zijn er een flink wat. Gelukkig maar. En de reputatie is flink gestegen, wat ook goed is. We kruipen weer naar het sportsmanship toe. Congrats on the podium. It's thoroughly deserved. We were sweating those last few laps on the pit wall, but you brought it home. Nou, dankjewel Jeff. Looks like one of your invitation events doen we dus niet. We gaan gewoon door naar Engeland de volgende keer. This could be a good opportunity to play up your rivalry for the press. Interview met Devin Butler en Lucas Weber, maar dat zien we de volgende keer wel. Nou, dan zou ik zeggen, dit was dus de video mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat gewoon een like achter als je genoten hebt. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van Event 2019 in Career Mode. Reageer wat er beter kan of moet worden aan deze video. Volg me ook even op de sociale kanalen. Links in de beschrijving, Instagram, Twitter en Facebook. Dan zou ik zeggen, een fijne dag nog verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 de Career Mode. Dan gaan we verder in Engeland. Een fijne dag nog verder en tot ziens.